Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 30 juni 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Mijn stem laat het af en toe afweten, dus ik hoop dat in deze uitzending goed blijft gaan. Het bulletin van donderdag. Vandaag is er weer morsen vanwege tijdgebrek, is dat een herhaling van vorige week. Daarnaast is er een SSTV plaatje van een onderdeel van een apparaat op het zendschip Ross Revenge in PD50. Een apparaat in vol bedrijf. De FCC, zeg maar de Amerikaanse agentschap Telecom of BIPT, heeft in de VS op 17 juni nieuw beleid bekendgemaakt voor het optreden tegen storende LED-verlichting. Eerder werden LED-lampen met schakelfrequenties tussen 9 en 1705 kHz in de VS alleen tot 30 MHz getest. In de nieuwe regels gebeurt dat ook van 30 tot 1000 MHz. De Amerikaanse amateurvereniging ARRL heeft verheugd gereageerd op het nieuwe beleid. De vereniging kreeg in de afgelopen periode meer en meer klachten van haar leden te horen over breedbandige storingen van LED-verlichting. Het is overigens wel te hopen dat de storende verlichting die nu niet meer in de VS welkom is, niet op de Europese markt gedumpt zal worden. In de webshop van Amsat UK is de editie van 2016 van het boek Getting Started with Amateur Satellites weer verkrijgbaar. Het boek is geschreven door WA4SXM en enkele vrienden. De nieuwe versie van het boek is grondig geüpdated en is nu 176 pagina's groot. Het boek bevat alles wat beginners en gevorderden op het gebied van amateursatellieten moeten weten over het opzetten van hun amateurapparatuur voor het luisteren naar en werken via amateursatellieten. Onder andere Oscar 73, U-Cube 1 en de nog te lanceren Fox 1 satellieten zijn in het boek te vinden. Naast informatie over andere voor zendamateurs interessante satellieten die het komende jaar op de planning staan om gelanceerd te worden. Het boek dat een Britse 1-op-1 uitgave is van het oorspronkelijke Amerikaanse werk kan worden besteld in de webshop van Amsat UK. Dat is shop.amsat-uk.org, dus shop.amsat-uk.org. Ja, let nog even op vrijdag als om 1 minuut over 10:30 het ISS weer hoorbaar is in FM op 145-800 MHz. Dat is dus tijdens de herhaling op vrijdagochtend van de Daily Minutes. In deel 3 van Digitale Modus gaan we in op hoe dat zit met digitale spraak. Digitale spraak, zo stelden we in deel 2, is niet wezenlijk anders dan andere digitale modus. Het enige bij digitale spraak is dat er niet een al te grote vertraging in het signaal moet optreden en er moeten geen onderbrekingen in het audio voorkomen. Om die reden wordt gewoonlijk een vorm van forward error correction gebruikt. Met het signaal worden dan alvast een aantal getallen meegestuurd, waarmee het signaal als het niet perfect is doorgekomen op de plaats van ontvangst nog gerepareerd kan worden. Verder is er doorgaans sprake van enige reserve in de verbinding, waardoor er ruimte is om niet alleen het audio door te sturen, maar ook nog extra data-informatie, zodat in die extra beschikbare ruimte in de datastream wat kan worden meegestuurd. Bijvoorbeeld worden in deze extra data de GPS-gegevens meegestuurd, die dan in het geval van amateursystemen op de site aprs.fi kunnen worden weergegeven. De totaal beschikbare datatransport bij D-Star is bijvoorbeeld 4800 bits per seconde. 3600 daarvan worden gebruikt voor het gecodeerde en gecomprimeerde audio en de bijbehorende forward-foutcorrectie. Dan blijven er bij iedere uitzending nog 1200 bps over, die gebruikt kunnen worden om een chat te laten meeliften op de verbinding of een klein bestand te versturen, of bijvoorbeeld inderdaad de GPS-gegevens. Die 1200 bps zijn binnen het D-Star-systeem niet voorzien van een foutcorrectie. Dat moet de verstuurder, CQ het versturende programma, zelf verzorgen. Andere zaken die in het signaal meegestuurd worden hebben bijvoorbeeld te maken met de verbinding zelf en verder met de identificatie. Bij de voor amateurs ontworpen digitale spraaksystemen kan voor de identificatie de amateurcall worden meegestuurd. Bij de voor professioneel gebruik bedoelde systemen is het vaak een 6-cijferig ID-nummer waarmee een identiteit aan de uitzendingen kan worden meegegeven. 6 cijfers zijn niet genoeg om een amateurcall van 6 letters mee te kunnen geven. De amateurcall kun je overigens wel in het display van de apparaten laten verschijnen. Bij DMR gebeurt dit door de calls in de contactgegevens van het apparaat op te slaan. Dat is dus op dezelfde manier als in een telefoon. Als iemand je belt, wordt niet het telefoonnummer van de beller getoond, maar de naam waarmee dit nummer in de contactgegevens staat. Bij DMR staat niet een naam, maar de roepnaam als eigenaar van een nummer vermeld. De vergelijking met telefoonnummers is verder niet zo merkwaardig. De 6 cijfers van de identificatie bij bijvoorbeeld DMR zijn de laatste cijfers van een telefoonnummer dat precies zo is opgebouwd als het telefoonnummer in een mobiele telefoon.
Zo'n telefoonnummer bestaat dus uit 11 cijfers. Net als bij een mobiel telefoonnummer begint het in Nederland in totaal met 31 voor Nederland. Dan volgen enkele cijfers die als het ware het kengetal van het DMR-netwerk volgen. En dan volgen de 6 cijfers die je bij registratie voor DMR toegewezen krijgt. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. This is the sound of radio,